Ja, dus is een dag waar ik heel blij van word. Ik mag weer testrijden met een hagelnieuw model. Ja, welke het is, laat ik heel weinig te raden over. De hagelnieuwe Mercedes C-klasse. Was een nieuw model nodig? De vorige vond ik nog best heel mooi. Ik verkocht nog best heel goed. Ook trouwens het beste verkochte model van Mercedes. Dus heel belangrijk voor met name de zakelijke markt. Ja, hij is groot geworden, langer, breder en hoger. Te verkrijgen als luxury avant-garde. En in dit geval de AMG-uitvoering. Hè, AMG, sportievere voorkant, de sideskirts en ook de, achter de dubbele uitlaat. Ja, je ziet heel duidelijk het lijnenspel van, ook van de Mercedes S-klasse en van als andere grotere kleine broers terugkomen. Die velgen, AMG-velgen, had voor mij iets groter geworden. Dat is echt wel een kwestie van smaak hoor, maar dat had ik wel lekker gevonden. Uniek in dit segment, het D-segment dames en heren, dat zijn de meedraaiende achterwielen in de bochten. Dat betekent dat 60 km per uur, dan draait hij tegen, zodat je dus een korte draaicirkel hebt. Rij je harder dan 60, dan draait hij mee, zodat het voelt alsof je langere wielbaars hebt. Hè. Dat geeft je meer comfort. Qua motoriseringen, C180 is de instapper en dit is de C200. Die hebben, allemaal hebben sowieso de mild hybrid. Oftewel een accu die vanaf 0 af aan, als je erom vraagt, meewerkt met 20 pk. En er komt ook een plug-in, uiteraard later dit jaar, vanaf de C300. Dan krijg je een accu die jou 100 km ver gaat brengen. Dan denk je, hey, kijk, dat is mooi. En het is het ook, die kan snel laden, 100 km. En rij je nou vaker lange afstanden, dan springt er gewoon de benzinemotor bij. Dat is fantastisch. En de binnenkant, ben ik wel erg enthousiast over ook. Kijk. Dit is wel schitterend. Grote scherm. Eerder gezien in de Mercedes S-klasse. Ik moest er even aan wennen, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik vind het wel heel mooi. En dat heeft ermee te maken. Het ziet er gewoon mooi uit. Het werkt goed. En het is erg intuïtief. En die combinatie daar hou ik wel van. Dus ja, dat is prachtig. De voorkant, of het achterstuur. Het AMG-stuur. Daar kan je heel veel mee bedienen. Werkt ook wel goed, hè? Zoals volume. Even aaien. En het werd gewoon goed. Kijk, dit is voor een sportieve rijder. Je kan ook allerlei dingen kan je aanklikken. Zoals jij het wilt. Mercedes, hè, ja, comfort. Klopt, het is nog een comfortabeler geworden om de concurrentie voor te blijven. Dus het is heel stil tijdens het rijden. De langere wielbaars maakt het comfortabel. Meer dan genoeg vermogen. Deze C200 heeft 224 pk. Ja, en de afwerking. Het is gewoon mooi, kijk dit carbon look, mooie stiksels, mooi lederen dashboard. Ja, dit is gewoon wel genieten. Natuurlijk achterin, even kort, pas ik erin. De aanvraag hè, als ons Nederlanders met 2,5 meter, past dit? Nou ja, het instappen is wat een uitdaging. Hier heb je een soort inkeping in de voorstoelen, dus dat scheelt wel iets. En voor mij is het niet heel comfortabel. Overigens bijzondere hoofdsteunen, een leuk nieuw design. Ja, en wat kost zo'n auto nou? Ik heb hierboven even een aantal cijfers neergezet, zowel om te kopen als ook als je zou willen gaan leasen. Want ja, zakelijk is het gewoon een hele interessante wagen voor veel mensen. Hij is heel populair in die wereld. Mocht je er meer over willen weten, stuur mij gerust een bericht. Ga ik nou wel lekker rijden.